dames en heren. Het is dinsdag 9 maart 2021. De middagshow bij NPO Radio 2. De Wild in de Middag. Mijn tafel hier vandaag is crimefighter Kees van der Zwek. Keesje, goedemiddag. Hey. Hoe is het? Ja, prima. Heb jij een fijne week gehad? Een heerlijke vrouwendag. Ja. Heb je dat ook gevierd? Nou, ik vier het iedere dag eigenlijk. Ja, precies. Ja. Echt gekke dat het is. Vrouwendag. Ja, dat is toch raar? Ja, mannendag. Nee, maar ja, dat hoort, ik bedoel dat het nog nodig is. Dat is een beetje gekkig. Ja, wat vind jij gek? Nee, ja, ik vind het gek omdat het nodig is. Net, ja, ik bedoel... Nou ja, zolang het nog niet een beetje 50-50 nee, is. Nee, ja, dat is het. Ja. Zijn eigenlijk 50-50 dag moeten hebben. Maar goed, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws gaat over mijn zeer grote vriend Thierry Baudet. Ja. Die nou, dat komt er nu wat positief, denk ik. Hoor. Thierry, mijn vriend. Nee, die heeft de twijfelachtige eer om als eerste Nederlandse politicus te zijn gecorrigeerd door Twitter. Niet? Jazeker, vandaag bekend geworden. Hij heeft een misleidende tweet geplaatst. En dat heeft Twitter, die menen dat te moeten melden onderin zijn tweet. En dat gaat over het vaccineren. Hoe doen ze dat dan? Nou, die melding? Zet er een berichtje onder. Deze tweet is misleidend. Ontdek waarom. En dan moet je gaan googlen waar je dat dan kunt vinden. Hij twittert, voor de duidelijkheid, ik ga me absoluut niet laten vaccineren tegen corona. Het risico van het virus is voor mij volstrekt verwaarloosbaar. Tussen haakjes in 2020 stierven 151 mensen van jonger dan 70 eraan. Is niet waar, het waren namelijk 10 keer zoveel mensen. De bijwerkingen zijn heftig. Is niet waar. Het zijn vrij normale bijwerkingen. De bijwerkingen van het virus zijn heftig. Even voor de mensen die nu de radio aanzetten. Kees van der Spek, kun je alles vragen over het vaccin? Over de coronabijwerkingen en over Mars? Ja, ook over Mars. Nou goed, zo schaart hij zich in het rijtje. En hij begint steeds meer een beetje op Trump te lijken. Want hij heeft ook al gezegd dat hij de uitslag van de verkiezing niet accepteert. Oh. Als het niet naar zijn zin is. Oké. Okay. Maar het is dan ook dezelfde melding als die Trump altijd onder zijn tweets had staan op Twitter. Ja, dit is het eerste stapje naar volledige blokkade, denk ik. Oké, okay. En dan gaat hij straks ook de Tweede Kamer laten bestormen. Ja, en hij moet toch verbouwd worden, dus dat scheelt. Maar hij flirt met een nieuwe achterban. Dat zijn de complotdenkers. En daar schurkt hij steeds meer tegenaan. Gek is dat. Beetje gevaarlijk, vind ik het wel. Gijs, wat is jouw nieuws? Ja, ik wil even inhaken op dat gevaarlijke wat Kees zegt. Ik heb een vraag aan Kees. Ik heb een telefoon die tegen... Heb je dat gevraagd of dat goed is? Mag ik een vraag stellen, Kees? Oké. Ik heb een telefoon die kan tegen water. Dus ik wil mijn telefoon wel eens meenemen onder de douche. En dan leg ik hem in het bakje waar de shampoo en de zeep in zitten. Waarom en dan... de fuck wil je telefoon meenemen onder de douche? Wil ik net zeggen, wat een junk ben jij. Jeetje, wat wil je dan met die telefoon onder de douche? Dan zet ik een tv-programma aan. Nou ja, hij is echt... Ik word echt knettergek van mijn kinderen die de hele dag maar aan het infuus van die telefoon hangen. Jij wil hem mee onder de douche nemen. Ik mag hopen dat hij niet waterdicht is. Vraag. De vraag. Nou kwam ik dus vorige week een nieuwsartikel tegen dat gespuis nog wel eens in jouw telefoon kan kruipen en dan mee kan kijken door de camera. Maar dat sta ik te douchen. En nee, zo makkelijk gaat het niet. Oké. Okay. Wij manipuleren wel eens de selfie-cam van telefoons, ja, maar precies. Dat werkt alleen. Wij doen het, dat werkt alleen als zij toestemming geven om dat te doen. Je moet dus op iets klikken. Dat doen zij ook. Zij denken dat ze dan geld krijgen. Maar we zien ze dan. Maar ze moeten wel zeggen, oké voor gebruik GPS, oké voor gebruik selfiecam. Dat gaat niet zo makkelijk. Dus als Gijs Pornhub kijkt onder de douche, dan kan in... Pornhub gaat die automatisch aan. Ah, dat gaat die automatisch aan. YouPorn moet je doen, dus... Een linkje. Dus heb je een vraag over Mars, of over corona of YouPorn, dan Kees het hier voor je klaar. Alles via de gaten, NPO Radio 2. Dames en heren, mogen duidelijk zijn, lang van kort, we zijn begonnen.